En wie heeft je vastgespijkerd? Ian, de technicus van deze. Ja, ja. Wie is dat? En voelt hij zich verantwoordelijk voor. Heeft hij moeten tekenen? Deze twee, Charlotte en. Hij voelt ons verantwoordelijk. Maar het is zo absurd natuurlijk. Wie gaat zich nou in godsnaam 24 uur lang aan een tafel vastnieten? Ja, ja. Dus in die zin kom je al, begint dat allemaal heel. Een beetje flauwig misschien, een beetje geinig. En dan, zodra de eerste pijn kwam, je zag ons allemaal, we werden steeds meer een soort van verstilder over de steeds minder praat eigenlijk ook en steeds meer zeg maar, naar de tafel om dan te kneden. En toen zei ik ook al van, het zou heel leuk zijn om een video van boven te zien, want je ziet ons waarschijnlijk echt in een aantal uur gewoon steeds vaker zeg maar, zo om die tafel heen en weer lopen. Steeds frequenter naarmate de pijn heftiger wordt. Dus er komt bijna, als het een heel snel abstract beeld, zou het hoe meer pijn, hoe meer dat er omheen ontstaat. Maar jullie hebben ook niet geslapen dus? Nee. Maar op de bank. Hadden jullie er vertrouwen in? Ik dacht dat het kon. Ik dacht ook dat het kon, ja. Maar de, dat dacht ik ook omdat we dan gesprekken met de arts hadden gehad en gesprekken met de fysio hadden gehad. En nou ja, goed, het krampen oké, maar dan toch het terugduwen. Ik had echt niet verwacht dat het zo heftig was geweest. En ben ik heel blij dat het uiteindelijk het project is geweest dat we met z'n tweeën bij zijn geweest. En ook met z'n tweeën 24 uur. En dat, op het moment dat het echt, dat iemand zoveel pijn zit, dan wil je dat gewoon niet in je eentje erbij zijn en in je eentje de beslissing maken. Dat was en over verantwoordelijkheid. Ja, je zit wel heel erg, zeg maar, omdat we dus deze lijn hadden getrokken waar je dan niet binnen mocht. En je hebt een soort van afspraak van het moet wel lukken, je wilde bij dat project lukt. Maar ik zelf had echt na, toen ik al echt heel erg pijn had, heel veel moeite met niet hier erin stappen. En op het moment dat je erin mocht stappen en een beetje mocht masseren, dan ging het, zeg maar, werd ik zelf ook alweer rustiger. Omdat je dacht, ik ben nu al constructief bezig en het ik kan er iets aan doen. Maar dat, ja, ook het kijken naar iemand die zoveel pijn heeft, dat is echt, echt heel pittig. Ja, dat geloof ik. En heeft hij jou een opdracht gegeven van dat je niks mocht doen, of? Nou ja, goed, het was niet eigenlijk de bedoeling. De lijn staat ja. Er. Ja. De lijn, daar mag je niet over. Ja. Hij heeft niet geschreeuwd. Heel veel. Heel veel geschreeuwd. Ja. Ja? En dan bleven jullie rustig. Extern, ja. Ja. Ik, ja. Dus je moet een vorm van sadisme toch wel in je hebben, denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Zodra je, als je weet dat Karel ze grenzen aangeeft, dan... Of ik had niet heel veel moeite met jouw... Pijn. Want, nou ja, wel, ik wilde wel helpen, maar ik dacht, het heeft sowieso geen enkele toevoeging als ik daar zelf... Het ligt bij Karel. En dan maak ik me daar dus ook op een even manier distancieer je dan een beetje van die act. Want hij kan het gewoon, als het te veel is, dan zal hij dat aangeven. Daar hebben we het aan vertrouwen. Daar zijn we van tevoren wel duidelijk over. Toch een officieel momentje. Hij heeft toch wel iets aan, hè, eronder. Ja, jullie kunnen natuurlijk ook even omheen gaan staan. Oh ja, goed idee. Iemand. En nu helemaal zelfstandig.